Mijn naam is Sushma Dobri en ik werk voor eTwinning Nederland. En inmiddels is de Black Lives Matters beweging het gesprek van de dag. In Amerika begonnen als opstand tegen politiegeweld en racisme. Inmiddels zijn er ook in Nederland een aantal grote protesten geweest. En als eTwinning, een Europees onderwijsprogramma, wat onder andere staat voor ontwikkeling van interculturele vaardigheden van de leerlingen in Nederland, vinden wij het belangrijk om dit thema bespreekbaar te maken. En daarvoor heb ik een eTwinning ambassadeur en aardrijkskundedocent Roberto Breveld uitgenodigd. Roberto, fijn dat je er bent. Dankjewel. Heel blij dat je dit gesprek ook met mij wilde aangaan. Om te beginnen. De Black Lives Matter zin, leus, iedereen kent het inmiddels, roept een aantal tegengeluiden op. Een veel gehoorde tegengeluid is All Life Matters. Zou je kort kunnen vertellen wat de zin Black Lives Matters betekent? Ja, kijk, de beweging Black Lives Matters, die heeft deze zin natuurlijk gebruikt omdat, ja, als je kijkt naar Amerika, maar ook in andere landen, zie je echt dat de positie van de Afro-Amerikanen en de zwarte Amerikanen op allerlei manieren eigenlijk achtergesteld zijn ten opzichte van andere mensen met andere culturen en achtergronden. Ja, er wordt wel heel vaak bijvoorbeeld de vergelijking gemaakt van, ja, er staat een huis in brand. Ja, die ga je als eerste blussen in. En natuurlijk zijn alle huizen belangrijk. Maar dat huis dat in brand staat, dat ga je natuurlijk als eerste blussen. Dat is eigenlijk ook het principe van Black Lives Matter. Natuurlijk doet iedereen ertoe. Natuurlijk is het belangrijk dat we allemaal natuurlijk fijn en vrij en kunnen zijn in ieder land. Maar ja, goed, de problemen op dit moment zijn ontzettend groot voor met name de Afro-Amerikanen, of de zwarte Amerikanen. En daarom is de zin Black Lives Matter geïntroduceerd. En je hebt het nu over de Afro-Amerikanen. De discussie is nu ook opgeleefd daardoor in Nederland. Je ziet daardoor dat er ook veel onderzoeken inmiddels zijn gepubliceerd als het gaat over racisme in Nederland. Toevallig vandaag ook een van de NOS over diversiteit en racisme op de werkvloer. En uit al die onderzoeken blijkt toch dat er wel degelijk sprake is van Nederland. Dus dat het hartstikke relevant is dat wij dit gesprek nu hebben. Ook wij voeren dit gesprek nu. Wat betekent het voor jou dat deze discussie hier in Nederland ook weer opleidt? Ja, kijk, heel veel mensen denken van, hè, dat is Amerika, dat speelt hier niet. We moeten normaal doen in Nederland. Niet zo gek, dat gebeurt hier niet. En iedereen kan hier toch gewoon vrij en gezellig met elkaar omgaan. Ja, dat is natuurlijk in heel veel gevallen is dat zo, gelukkig. Maar er zijn genoeg momenten, incidenten, die de laatste jaren natuurlijk ook al naar voren zijn gekomen. Hè. Ik heb het onder andere over het etnisch profileren. Kijk maar eens naar bekende voetballers. Ik geloof dat Kenneth Vermeer een keer een filmpje heeft gemaakt dat hij is aangehouden voor de zoveelste keer. Terwijl hij, ja, gewoon normaal rondrijdt in zijn auto. En dan wordt er wel gelijk gezegd, ja, moet je maar niet zo'n dikke auto hebben. Of weet, allemaal van dat soort opmerkingen. En daarmee haal je eigenlijk de boodschap naar beneden. Want er wordt wel degelijk op sommige momenten etnisch geprofileerd. De hele belastingdienstfraude, die eigenlijk geen fraude is, maar ook een vorm van etnisch profileren. Ja, goed, daarin zien we dus toch dat het institutioneel racisme ook in Nederland een rol speelt. Misschien in andere mate dan in Amerika. Hè. We worden hier gelukkig niet doodgeschoten als we aan worden gehouden door de politie. Maar we worden wel degelijk vaker aangehouden. En dat is ook mijn eigen bevinding helaas. Dus we hebben hier in Nederland ook wel degelijk ermee te maken. En we moeten het hier in Nederland ook wel degelijk bespreekbaar maken. En ja, goed, daar speelt het onderwijs natuurlijk een hele mooie rol in. En heb je, je bent nu op school, je geeft weer fysiek les aan leerlingen. Heb je iets die ook onder leerlingen leeft?
Ja, als je het ziet op de social media accounts van leerlingen, dan zie je, en ook leerlingen die je daarover aanspreken, vragen stellen, zie je echt dat het leeft bij leerlingen. Leerlingen die meedoen met demonstraties. Ja, het speelt echt, het speelt ook in onderwijsland Nederland en ook in de Uithoek waar ik lesgeef. Dat is geen grote stad natuurlijk, dus ja, het speelt hier ook. En hoe, ja, dan ben ik gewoon toch nieuwsgierig. Hoe heb jij dat met jouw leerlingen aangepakt? Heb je dat bespreekbaar gemaakt? Ja, ik heb daar geen les over gegeven, om het zo te zeggen. Maar het zijn natuurlijk binnen mijn vakgebied wel raakvlakken waar ik dit ook voor deze laatste ja, incidenten natuurlijk al heb besproken. Dus ze kennen het ook al vanuit mijn taalgebruik als alle boeken nog steeds ouderwetse termen staan voor bepaalde bevolkingsgroepen, dat ik die bewust ook anders neerzet in mijn lessen en daar ook een verklaring voor geef waarom ik dat doe. Als we het hebben over de muziek in Amerika, hè, de rapmuziek, de protestsongs die toch ook naar voren komen, dan laat ik dat altijd, dan geef ik daar ook altijd een onderbouwing bij. Ja, steden in Amerika is een onderwerp in het examenprogramma van VWO. Dus dat wordt al besproken en natuurlijk zorgt dan dat ik er zelf iets meer van vertel. En de laatste weken komen leerlingen zelf ook met vragen. Of zeggen van, oh ja, dat is teruggekomen toen tijdens de les. Of oh, die kunnen dan dingen ook wat beter plaatsen. Maar ik moet ook zeggen dat ze zichzelf ook heel goed laten informeren. Fijn is dat, mooi om te zien. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat jouw mede-collega's, hè, docenten in Nederland, dat niet iedereen toch bewust, even bewust bezig is met dit thema. Omdat het nu echt wel zoveel aandacht krijgt. Ja, zou ik jou willen vragen, heb je voor die collega's tips, die misschien zelf weinig affiniteit hebben met het thema, maar toch tips? Om het toch op de een of andere manier bespreekbaar te maken in de les. Want ongetwijfeld zullen die docenten ook een gemengde klas hebben, leerlingen van diverse achtergronden. Hoe maak je zoiets bespreekbaar? Ja, kijk, het is natuurlijk, zeggen ook heel veel leerlingen van ja, voor mij is het natuurlijk anders. Hè. Ik ervaar heel veel dingen anders. En ja, sommigen zeggen ook, oh, ik zie nu pas in wat er allemaal aan de hand is. Nu ze zichzelf meer laten informeren. Ja, goed, begin gewoon klein. Ik zie bijvoorbeeld mooie informatieve filmpjes bij NOS op 3 op YouTube, bij NOS.nl. Waarin gewoon heel objectief wordt uitgelegd wat er precies speelt. Ik denk, ja goed, als docent in een multiculturele samenleving, dat het goed is dat je zelf informeert over allerlei facetten van onze samenleving. En zeker als het zo groot maatschappelijk aangemeten wordt, dat je daar ook gewoon wat over kan vertellen naar je leerlingen toe. Dus ja, dat zal mijn eerste tip zijn voor mededocenten. Daarnaast, ja goed, praat met leerlingen. Leerlingen met een migratieachtergrond in klassen, die kunnen ook heel veel vertellen over hun ervaringen. En doe dat dan niet gelijk af van, ja, het zal wel meevallen, maar luister serieus naar ze. Ik denk als je de tendens bekijkt van heel veel demonstraties, als je hoort hoe oud en jong daar hun ervaringen delen, dat je daar ja, gewoon echt heel veel uit kunt halen. En het gewoon alleen al luisteren naar elkaar, ja, zorgt al voor dat het thema ja, eigenlijk gewoon goed bespreekbaar wordt gehouden en gemaakt binnen scholen. Mooie boodschap. En ik denk ook zeker dat een hele belangrijke boodschap is. Want wat jij eigenlijk zegt is, informeer jezelf. Als je er zelf te weinig kennis of affiniteit mee hebt, lees erover, ga kijken naar onderzoeken die er zijn. NOS, maar ook dat deel wat je als laatste hebt, dat raakt me wel. Want luister ook vooral naar elkaar. Want ik denk dat gewoon een essentieel onderdeel is van de oplossing, in feite. Ja. We willen gehoord worden. Leerlingen. Ja.
maken. Of situaties waarin ze beoordeeld worden op basis van huidskleur. Dus dank je wel voor deze boodschap. Heel erg mooi. Ik hoop dat docenten hier iets mee kunnen. Bedankt dat je jouw standpunt en toch jouw mening wilde geven en wilde meewerken. Dat waarderen we heel erg en hopelijk hebben docenten hier iets aan. Dus, en laat het ook vooral weten of je er iets aan hebt in de comments. Dankjewel Roberto.